Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om samen uiting te geven aan ons verdriet. Wat er gebeurd is in onze stad is niet te bevatten en afschuwelijk. Tijdens een bijeenkomst voor het Vlaardingse stadhuis werden bloemen en knuffels gelegd voor het 10-jarige meisje dat mishandeld zou zijn door haar pleegouders. Ook werden er kaarsjes gebrand en werden er korte toespraken gehouden door burgemeester Bert Wijbega, wethouder Jacky Silos en Josette Hogewoning, initiatiefnemer van de bijeenkomst. Zij droeg een gedicht voor. Lief kind, ik wens je zonnestralen gedurende elk seizoen. Ik wens je een veld vol bloemen en gras van het groenste groen. Ik wens je wollige wolken aan de hemel, waarin jij enkel hartjes ziet. Ik wens je plassen om in te stampen, want wanneer het regent, dat het giet. Ik wens je felle regenbogen, met aan het einde een pot vol goud. Ik wens je dromen die mogen uitkomen, omdat jij op jezelf vertrouwt. Ik wens je de wind door je haren en de wind in je rug. Ik wens je ontelbaar veel, ik hou van jou. Van hier tot aan de maan en terug. Waar ging dat gedicht over? Dat je eigenlijk het kind al het goeds wenst in het leven wat je een kind maar mee kan geven. Blijheid, geluk, eigenwaarde en heel veel liefde. Laat dit meisje weten dat ze niet alleen is. Dat wij als gemeenschap achter haar staan en haar steunen. En laten we samenwerken aan een toekomst waarin geen enkel kind hoeft te lijden zoals zij. Laten wij met z'n allen, als Vlaardingers, er alles aan doen om naar elkaar om te kijken. En ik vind het ook heel fijn dat mensen hiermee ook een plek kunnen geven aan de terechte verdriet en boosheid die er in deze stad is. Ja, ik sta hier ook vol emotie uiteraard en vooral boosheid eigenlijk. Ik begrijp het gewoon niet. Ik heb hier mijn nichtje bij me, die is ook 10, dus dan dat kan je het al voorstellen. Ik heb ook 2 jongens. Ja, ik kan gewoon niet voorstellen dat als je weet dat dit gebeurt, een juf, een meester, de buurt, en je ziet het al 2 jaar voor je deur gebeuren, dat je dan zelf dat kind niet naar binnen neemt en zegt, jij gaat niet meer terug. Ik ben zo kapot ervan. Ik ben er echt kapot van, ja. Ik heb een grote hond neergelegen. Ik heb een deken met een capuchon, met een hond. Ik heb, zodat het meisje er eigen warm kan houden en ja, toch beschermd kan voelen. Ja, zo. Ik heb een cadeautje voor haar en een kaartje. En ik sta hier en meer kan ik niet. En zij heeft met haar klas een hele mooie kaart geschreven. En dat gaan ze ook allemaal geven, toch? Ja. En als ik het vanaf mag vragen, wat staat er in die kaart? Vooral heel erg veel beterschap en heel veel sterkte. En niet heel veel hebben we erover gedeeld. Maar als je het dan natuurlijk over hebt, dan komt er toch wel heel erg veel emotie los. Wat vindt u er nou dat Vlaardingen nu zo bij elkaar komt? Beetje laat, hè, vind je niet? Had veel eerder mogen wezen. Dit is gewoon vet, veel te laat. Mensen hebben meldingen gemaakt, politie heeft het 10 keren teruggebracht, school heeft meldingen gemaakt, ouders hebben er eigen zorgen gemaakt, buren hebben er eigen zorgen gemaakt. En wat is ermee gedaan? Helemaal niks. Ik vind het eigenlijk hartstikke tegenvallen. En ik weet dat ook heel veel mensen misschien niet komen omdat ze boos zijn juist. Maar ik dacht, wij gaan ons hier laten horen dat we boos zijn en we gaan hier onze stem laten horen voor haar. En ja, dat had ik wel meer verwacht. Ik vind het echt teleurstellend eigenlijk. Ik hoor heel erg dat mensen gewoon ontzettend geraakt en aangedaan zijn. Dat mensen initiatieven nemen, dat mensen erover willen praten, dat mensen ja, er onrustig van zijn. Hè. Maar ik hoor ook ontzettende boosheid. Van hoe kan dit gebeuren, dit mag niet gebeuren, dit moet niet gebeuren. Ook een soort boosheid naar ja, iedereen die hier wat aan had moeten of kunnen doen, zeg maar. Terwijl we dat nog helemaal niet precies weten, maar wel die boosheid al. En ik hoor heel veel vragen ook van wat, wie, waar, hoe. En het bericht dat wij hier zijn, wordt overgebracht aan de familie van het pleegmeisje. En ik hoop, met jouw woorden Josette, dat we straks tegen dat meisje kunnen vertellen, maar toen jij het heel zwaar had, toen is dit gebeurd.